We maken samen Winsum tot het mooiste dorp van Nederland. In Mooi Winsum gaan we op zoek naar de gezichten achter dit mooie dorp. Gaan jullie mee? Hallo, ik ben Johan, de kaasboer. De kaasboer. Nou ja, ik heb hier de noordelijkste kaas van heel Nederland. Ja. En ja, een uniek assortiment met 150 soorten kaas, vers op mes, een groot notenassortiment. Dagelijks dan bak ik constant mijn eigen noten, of laat ik het bakken met mijn collega's. Ja. En dan ja, top. Ik ben trots op Winsum, ja, wat Winsum mij ook brengt. Ja. Maar ja, wat wij als ondernemer ook brengen voor het dorp. Nou, Reuring, ja, dat kun je als ondernemer gewoon breed opvatten. We kunnen regelmatig een dweilorkest neer hier zo, of een keer een draaiorgel. Maar ook, ik ben bekend van heel Holland Bakt, ja. De bakken van de televisie. Ja, dus, absoluut! En dat is ook, kunnen we niet missen! En dat is ook wel heel leuk natuurlijk, ja. Dat is uniek, want het komt uit de wijde omtrek, maar ook buiten de provincies. Toch naar Winsum, toch maar even kijken wie die bakker Johan wel eens is. Dat is echt. En dan toch nog helemaal de foto met het schort aan. Ja. Ja. Maar bij Winsum is uniek, het dorp, karakteristieken. En wat het leuke is, de meeste dorpen liggen aan het water, aan een kanaal, maar hier stroomt het water er dwars doorheen. En dat is wel heel mooi als je door het dorp heen loopt, het water weerskanten hebt, de huisjes aan het water, je kunt op het water kanoën, wat je maar wilt. Er is altijd wat hier wat te beleven. Dat is gewoon leuk. En de Winsum blijven zichzelf. Ondanks ja, de gezellige drukte, de Winsum blijft zichzelf. Die laat zich niet opjutten door de drukte niet. Gewoon, het is gewoon druk, het is gezellig en dan speel je leuk om in als ondernemer zijn en daar moet je het ook van hebben. Ik heb kinderen, ik ben trotse vader van een zoon en een dochter. Hoe oud zijn die? Ik heb een zoon van, dan moet je helemaal niet goed kijken hoor, 20, geloof ik. Ja. Ja, en een dochter van 17. Nou, als ik kijk hier wat hier de sportclubs hier doen in het dorp hier zo, fantastisch, geweldig. Een zwembad, een voetbalclub, een hockeyclub, een tennisclub, ze kunnen op tafeltennis, ze kunnen kanoën, ze kunnen, nou wat kun je niet. Nou, Winsum staat in de regio hier bekend als het poffendorp. Vanwege dat wij altijd elk jaar de Groningen Poffendag organiseren, waar echt een paar duizend man op afkomt. Ja. De poffert, kijk. Ja. Hier heb je er eentje. Ja, dat is er eentje. Maar dan komen dus van Heine en Ver dus. En dan komen met 65 poffers aanzetten om hier te laten jureren. En de hele dag alles in teken van de Groningen Poffert. Je moet zien of je meemaakt. Ik ga altijd de boog, maar dan roept iedereen. En je ziet altijd die Nevenbrug, snap ik ook wel. Maar hier in de Westerstraat is nog een oude waterput. Die heeft een voorziening gehad hier op het dorp. Hier, de watervoorziening van deze wijk, Overgum. Daar kon je het water halen, enzovoort. Dat is wel heel leuk om even gewoon even te zien. Gewoon het idee, die put stelt niet veel voor. Maar het idee dat je ze hebt. Ja, en ik vind ook van je achter de huisjes, je achter, het is gewoon zo mooi bewaard gebleven, karakteristiek. En ja. Nou, kom maar gewoon kijken in onze winkel, laat je me lekker verrassen. Want dat is soms net een museum. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dat is echt zo, hè? Ja. Dat is zo'n binnenkant.